بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحاب سيدنا رسول الله الأكرمين فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى أبد الآبدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله Beste broeders en zusters, vandaag dus het onderwerp wat uitgekozen is natuurlijk door Si Mohammed, barakallahu fihi. En het is eigenlijk, als we het hebben over geloven in qadar, dan weten wij natuurlijk allemaal dat dat een essentiële zaak is binnen onze dien. Binnen onze dien. Het is een pilaar van de pilaren van iman. Het is een pilaar van de pilaren van iman. Zesde pilaar van de zuilen eigenlijk van iman. Dus al-qadar. En ik heb eigenlijk een aantal punten voor mezelf geschreven voor de verandering. Sommigen, ja, je hebt vaak niet iets bij je tijdens de lezing of tijdens de spreek of iets. Maar vandaag even dacht ik, het is handig om deze zaak in ieder geval te bespreken. Vandaar dus dat het hebben het nu voor me staat. Dus zoals ik zei, het geloof in qadar, belangrijk fundament in onze dien. En jullie kennen vast allen de overlevering van Jibril alayhi salam. De overlevering die bekend staat dus hadithu Jibril alayhi salam. Het is een overlevering die overgeleverd is door Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Dat dus toen Jibril alayhi salam, toen hij eigenlijk bij de profeet kwam, alayhi salatu wassalam, toen hij dus met de metgezellen was, radiyallahu anhu. En toen heeft Jibril, de profeet sallallahu alayhi wasallam, een aantal vragen gesteld. Om op die manier de mensen eigenlijk te onderwijzen over hun dien. De mensen te onderwijzen, les te geven over hun dien. En deze overlevering staat ook wel bekend als Ummus Sunnah. De moeder van de Sunnah. En jullie weten wat Sunnah inhoudt. Zoals we het hebben over de overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wasallam, dan is dit als het ware de moeder van de overleveringen, volgens sommige geleerden. En daarom zie je dat sommige geleerden in hun werken beginnen met deze overlevering, met de hadith Jibril alayhi salam. En in die hadith, en wat is eigenlijk moeder van de Koran? Als het moeder van het hoofdstuk van de Koran, welke surah? Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha. En daarom zie je dat sommige geleerden beginnen met deze hadith. Om te zeggen van ja, dit is de moeder van de sunnah, dus beginnen we met deze hadith in onze werken. En daarom zeg ik, sommige geleerden geven dat aan. En in die overlevering vraagt Jibril alayhi salam aan de profeet sallallahu alayhi wasallam: vertel me over de islam, vertel me over het iman. Vertel me over de ihsan. Vertel me over de iman. Akhbirni aan het iman. Wat zei de profeet toen alayhi salatu wassalam? En tu'mina, dat je gelooft. Billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yawm al-akhiri, wa an tu'mina, aw wa tu'mina, wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi. Wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharrihi, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Dus hij noemde toen hij de vraag kreeg van Jibril, vertel mij over iman, bericht mij over iman. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat je gelooft in Allah, in de engelen, in de boeken, in de boodschappers, de laatste dag. En dan let op eigenlijk de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wa tu'mina. En dat je gelooft in al-qadar. Het goede ervan, het slechte ervan. En dat je gelooft. En alleen al dat woordje zegt natuurlijk veel over dit punt. Want hij had ook kunnen zeggen, sallallahu alayhi wa sallam, dat je gelooft in dit en dit. Maar hij zegt, toen hij aankwam bij al-qadar, en dat je gelooft in al-qadar. Het goede ervan en het slechte ervan. Nou, en als we het hebben over het geloof in al-qadar, als we het hebben over het geloof in al-qadar, dan zien we eigenlijk twee hoofdzaken. Twee hoofdzaken, als we het hebben over het geloof in al-qadar. Eén is natuurlijk de onbegrensde kennis van Allah tabaraka wa ta'ala. Dat je weet dat Allah alles weet. Voordat iets gebeurt. Alles.
Dat hij te alle tijd alles weet, subhanahu wa ta'ala. Dus dat onbegrensde kennis, dat is dan één. En twee is, als we het hebben dus over, dat onze handelingen zijn geschapen door Allah tabaraka wa ta'ala. Zijn geschapen door Allah. En dat zie je dus in vele werken van de vroegere geleerden. Dat ze het hebben dus onder andere over de onbegrensde kennis van Allah. De ilm van Allah. En over khalq af'al ibad. Dat Allah onze handelingen heeft geschapen. Hij heeft het bepaald. Het zal gaan zoals hij, of eigenlijk conform de kennis van Allah tabaraka wa ta'ala. Alles geschiet, alles wat er gebeurt, gebeurt conform de kennis van Allah subhanahu wa ta'ala. En eigenlijk zou ik willen zeggen, dat als we kijken naar eigenschappen van Allah tabaraka wa ta'ala, of als we, dan zou je zeggen dat al-qadar betrekking heeft op drie zaken. Dus ik zei net twee, maar in principe komen ze eigenlijk terug op drie eigenschappen. Welke drie? Of eigenlijk drie essentiële zaken, moet ik zeggen. Dus natuurlijk de kennis van Allah tabaraka wa ta'ala. Eén. Twee, het kunnen van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat hij alles kan. Kunnen noemen we dus al-qudra en zijn wil. En dat noemen we al-irada. Dus zijn wil. Zijn, wat zei ik nog meer? Zijn kennis. En wat? En zijn kunnen. Klaar. En als je deze drie uit je hoofd leert, als het ware, dan weet je dus eigenlijk dat alles wat er gebeurt, of wat er zal gebeuren, of wat er heeft plaatsgevonden, wat kan niet. Eigenlijk kan deze drie niet ontwijken of ontlopen. Want dan zou je zeggen, oh, dus Allah kan het niet veranderen. Nee. Oh, Allah dus heeft het niet. Nee, wil. Oh, Allah wist het niet. Nee, Allah wist het. Daarom qadar. Dus soms krijg ik wel eens de vraag van, ja, behoort bijvoorbeeld dit en dit is gebeurd. Behoort dat ook tot qadar? Wat zouden jullie dan zeggen als iets is gebeurd? Wat zouden jullie dan zeggen? Uiteraard. Waarom? Deze zaak. Conform. De kennis van Allah. De irade van Allah. Kunnen van Allah. Wil van Allah. En dat zal dus de alle tijd natuurlijk zo zijn. Nou. Ja, dus dat zijn even, dat je dat weet. Bijvoorbeeld, we zeggen dan in het Arabisch, فَكُلُّ مُحْدَثٍ صَادِرٌ عَنْ عِلْمِهِ وَإِرَادَتِهِ وَقُدْرَتِهِ. Dus dat zijn deze drie genoemde punten. En soms krijg je dan de vraag, ja, maar hoe dan, hoe zus, hoe zo. Het is soms geen schande om bepaalde specifieke zaken niet geheel te kunnen omvatten. Vooral niet als het gaat om degene die geen beperkingen heeft, subhanahu wa ta'ala. Vooral als het gaat om degene die geen beperkingen heeft. Want soms gaat iemand zo door voor filosoferen, ja, maar als hij alles al wist en als hij alles al weet, waarom zus, waarom zo. Allah hoeft niets voor zichzelf te bewijzen. Of dat hij zal ondervraagd worden op de dag des oordeels. Wij zullen ondervraagd worden voor onze daden. Wij zullen ondervraagd worden. Wat heb je gedaan, wat zus, wat zo. Ja, niet. Dat je dat in ieder geval niet vergeet. En daarom zie je dat sommige geleerden geven ook aan van al-qadar is eigenlijk sirrun min asrarillah. Sommigen gaan dan zo door op het bestuderen van het concept van qadar. Op een gegeven moment zeggen ze van het is eigenlijk een geheim van de geheimen van Allah. Van hoe al die zaken allemaal plaatsvinden. En dat Allah subhanahu wa ta'ala natuurlijk alles weet. En ja, wanneer wist hij altijd, weet hij alles subhanahu wa ta'ala. En wat is die altijd en wat is sirrun min asrarillah. Tuurlijk is het bekend, altijd. Zonder. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft natuurlijk geen begin, subhanahu wa ta'ala. Was er altijd en zal er altijd zijn. Hij is degene die tijd heeft geschapen, die plaats heeft geschapen. En hij is degene die, en alles zal gebeuren conform zijn kennis, subhanahu wa ta'ala. Etcetera. Nou. En één van de punten om bepaalde zaken eigenlijk beter te begrijpen. Want sommigen zeggen, ja, bepaalde zaken die gebeuren in de wereld, behoren dat ook tot qadar? Zeggen we, ja, de zaken die zijn gebeurd, behoren ook tot qadar. Ja, maar waar is dan de genade van Allah subhanahu wa ta'ala?
Waar is dan de genade van Allah? Waar is dan... Dus heel vaak hebben we het over de genade van Allah en het kunnen van Allah. Als hij genadevol is, waarom gebeurt dit dan allemaal? Of het gebeurt omdat hij het niet kan veranderen. Nee, maar dat is absoluut niet het geval. Bijvoorbeeld om dit beter te begrijpen, komen we soms met voorbeelden. Je ziet ook geleerden in hun werken, in hun boeken, dat ze komen met voorbeelden om bepaalde zaken beter te begrijpen. Niet om Allah te vergelijken met de schepping, absoluut niet. Absoluut niet, subhanahu wa ta'ala. Maar alleen om bepaalde zaken beter te begrijpen. Daarom komen ze met bepaalde voorbeelden. Bijvoorbeeld, een kind die heel erg ziek is. En hij gaat met zijn ouders, gaat hij naar het ziekenhuis. Maar het is, laten we zeggen, een kind van 2, 3, die nog niet heel veel kan begrijpen. En op een gegeven moment zegt de arts, laat het even zo zeggen, dat zijn vinger geamputeerd moet worden. Per direct. En anders zal het kind komen te overlijden en zal zus en zo. Waar kiezen de ouders voor? De ouders kiezen ervoor om vinger te amputeren. Oké, dat hebben ze gedaan. Maar het kind, omdat hij nog niet zo ver is, zal dan kunnen denken van ja, mijn ouders die zijn niet genadevol. Mijn ouders die haten mij misschien. Mijn ouders, waarom? Kijk, mijn vinger is eraf. En hij voor de rest begrijpt hij niet meer. Dat is het. Hij ziet zijn vinger, toen hij daar aankwam was zijn vinger nog heel. Nu, vinger eraf. Wat begrijpt het kind hier niet? Wat begrijpt het kind hier niet? Wie kan mij het antwoord geven? Wat begrijpt het kind niet? Juist. Hij begrijpt eigenlijk de wijsheid erachter niet. En als wij het hebben over Allah, dan hebben we het ook over de alwijze. Dus ook als we het hebben over de zaken die gebeuren, dan weten we van inderdaad, hij is de genadevolle. En inderdaad, hij kan alles. Subhanahu wa ta'ala. En soms krijg je die vragen, hè, wel eens van bijvoorbeeld mensen die helemaal niet geloven. Van ja, of hij is barmhartig en hij kan het niet. Of hij doet het gewoon en hij is niet barmhartig. Dus wat hebben we eraan? Nee, maar hij is ook de alwijze. Hij is ook een hakim. En dat jij op dit moment even wijsheid niet snapt. Hoe vaak in ons leven zijn we pas later erachter gekomen en dachten we, hé, ja. Dacht dat was wel handig dat het op die manier is gegaan. Of je leert er juist van. Of je wordt er juist harder door. Verschillend. Dus daarom soms is het kwestie van dat iemand, omdat hij bepaalde zaken niet heeft ingezien, omdat hij bepaalde zaken ook niet begrijpt. Dat is duidelijk. Bijvoorbeeld iemand die dan uit een... rimboe. Dan komt hij hier. En hij is even een anekdote om nogmaals even de zaak beter te begrijpen. En hij komt aan bij een balkon en kijkt een zaal in. En hij ziet dus eigenlijk een laken over een lichaam waaronder zijn voeten van een persoon uitsteken. Of een voet van een persoon uitsteken daaronder. En hij ziet aan de muur, en nogmaals, hij kijkt vanuit een balkon. Hij ziet aan de muur, ja, het lijkt op gereedschap. Het lijkt op, ja, wat waren het, schroevendraaiers, boormachines, En hij ziet mensen daar staan met wat? Met eigenlijk gesluierde mensen. En op een gegeven moment storten zij zich allemaal op dat voetje, moet ik zeggen. En dan beginnen ze, en bloed spoot alle kanten op. Die man viel flauw. Hij had zoiets gruwelijks nooit meegemaakt, nooit gezien. Wat dacht hij? Hij zegt, deze mensen die kennen geen genade. Zoiets sadistisch, zoiets... Dit is abnormaals. Maar wat wist hij niet? Hij komt van Rimbo. Hij begrijpt bepaalde zaken, begrijpt hij nog niet. Hij is nog niet zo ver. Waar is hij eigenlijk terechtgekomen? In principe gewoon operatiekamer. En hij zag alleen het kwellen ervan. Hij wist niet dat deze mensen met liefde eigenlijk deze persoon beter proberen te maken. Ja? Beter proberen te maken. Dat is het in principe. En natuurlijk, niets is aan Allah tabaraka wa ta'ala gelijk. Maar soms komt het inderdaad van dat wij bepaalde zaken op bepaalde momenten niet geheel wellicht begrijpen. De ene komt er iets later achter, de ander komt er door studie achter, de ander komt er door bepaalde ervaringen achter, et cetera.
Nou, ik denk dat met zulke voorbeelden dat een beetje, in ieder geval, taqrib noemen we dat. Dat we dichter bij de werkelijke betekenissen komen. Alleen dan, een zaak wat natuurlijk ook super belangrijk is, is van hoe gingen onze vrome voorgangers om met el qadar. Want we hebben uitgelegd van alles wat er gebeurt en alles valt onder el qadar. Ja, maar ik las iets, valt onder el qadar. Ja, maar het boze oog valt onder el qadar. Dit, onder el qadar. Maar hoe gingen onze vrome voorgangers om met el qadar? We zien dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam en ook de metgezellen, maar bekend dat ze dan zeiden van kullu shayin bi qadar. Alles is met el qadar. Kullu shayin bi qadar. Maar zij gebruikten dat niet als dekmantel, hè, zoals sommigen dat doen. Zij gebruikten dat niet als dekmantel om juist verkeerde zaken te doen en te zeggen ja, qadar. Of om juist helemaal niets te doen en verwachten dat alles goed komt. En zeggen ze ja, qadar. Nee, je zegt juist, zij waren de top. Ze zeiden kullu shayin bi qadar, vertrouwde in Allah. Als ze een zaak hadden, legden ze dat in de handen van Allah tabaraka wa ta'ala. En ze deden hun uiterste best. In alle goede zaken. Wegblijven van het slechte. Kullu shayin bi qadar, maar betekent niet als dekmantel. Dus dan zag je dat zij hun uiterste best deden in aanbidding. Nachtelijke gebeden, wegblijven van verdorvenheden, et cetera, et cetera. Nou. Dus als we kijken, als we spreken dus over omgang van de werkelijke gelovigen, die zich ook gedraagt als gelovige, als het gaat om een qadar, dan zie je dat die eigenlijk dat er twee mooie gradaties zijn. Twee mooie gradaties. Een van die gradaties is, wat zou een van die gradaties zijn? Wat zouden jullie denken? Jullie snappen het wel, het geeft me tijd om een slokje te nemen. Ja. Sorry? Nee, we hebben het dus echt over mu'min. Dus hè, de gelovige, die zich ook gedraagt bij de verschillende gebeurtenissen, moeilijkheden, zoals een mu'min ook zich hoort te gedragen. Dan heb je dus eigenlijk twee mooie gradaties. En die acceptatie? Bijvoorbeeld inderdaad de eerste, hè, tevredenheid. Tevredenheid tonen. Tevredenheid tonen. En twee, is ook een mooie gradatie, iets natuurlijk minder, maar ook een mooie gradatie. En dat is, dat je in ieder geval minimaal geduld hebt. Geduld toont. Je hebt geduld. Je zegt geen rare dingen, je gaat niet vloeken, je gaat niet. Dat je in ieder geval geduld toont. Dus het is één of het ander. En beide zijn natuurlijk mooie gradaties. Soms inderdaad voel je wel, ja, is moeilijk om bepaalde tevredenheid te uiten en alles. Maar dan heb je toch, in ieder geval, je bent geduldig geweest, geduld gehad met de zaak. En dat is al een geweldige gradatie op zich. En weet hoeveel beloning er staat voor degene die geduld hebben. Vele ayat en overleveringen daarover. Dus over een kwestie van geduld. En hoe kun je deze zaken bereiken? Dit kan pas wanneer jij eigenlijk, wanneer, als we het hebben over Gods bewustzijn, dat jij bewust bent van Allahu tabaraka wa ta'ala. Hoe beter dat is, hoe hoger jouw iman, hoe makkelijker je deze zaken kunt bereiken. En nu is het voor mij makkelijk praten. En dat is, geloof mij echt, broeders en zusters. En Si Mohammed is hier. Ik kreeg de vraag over qadar. Ik zeg, ja, moet ik daar wel over spreken? Linde, praten erover is makkelijk. Wellicht. Ja, makkelijk valt mee, maar om er ook op die manier mee om te gaan, tevredenheid, geduld, dat is echt een stuk moeilijker. Dus waarom ben ik vaak bang om te spreken over zulke onderwerpen? Dat Allahu tabaraka wa ta'ala daarna mij test. Oké, datgene wat je daar hebt gezegd tegen de broeders en zusters, kijk hoe jij daar staat. En ik weet, ik ben de meest zwakke. Dus daarom, terwijl ik dit met jullie bespreek, is het ook natuurlijk gericht naar mezelf, hè? Dat ik ook hiervan leer. En mogen Allah ons beschermen tegen al het kwaad en al het slechte. En mogen Allah ons niet met iets belasten waar wij eigenlijk, waar we niet zo goed mee om zullen gaan. Meneer Arab. Ja. Nou. Dus ik zei, als dat goed zit, dan
is dit vaak ook makkelijker. Is dit vaak ook makkelijker. En als we het hebben over Gods bewustzijn, dan hebben we het onder andere over? Over het taqwa. Over het taqwa. En daarom zien we dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam, toen hij een keer langs een vrouw liep. En zij, ze heeft een enorme ramp meegemaakt. Het is een ramp. Haar kindje is te komen overlijden. En ze ramp, hè. En zij was dus, zij stond daar eigenlijk bij zijn graf en begon te huilen. Hevig te huilen. Hevig te huilen. Dus eigenlijk schreeuwen, krijzen, wat erbij hoort. In ieder geval op zo'n manier te huilen wat niet gewenst is. Zo moet ik het misschien beter zeggen, verwoorden. En toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam haar zag, wat zei hij tegen haar? Hij zei, ittaqillaha wasbiri. Wees je bewust van Allah, dus taqwa, en heb geduld. Maar gelet, subhanallah, op die volgorde van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei tegen haar, wees je bewust van Allah, vrezen van Allah, bewustzijn van Allah, en heb geduld. En heb geduld. Want als het eerste goed zit, dan kun je makkelijker geduld hebben. Wat zij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam? Zij zei, ilayka anni, laat me met rust. Jij weet niet wat mij is overkomen. Dat is een authentieke overlevering. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij is toen ook weggegaan. En dit laat zien van wanneer iemand enorm emotioneel is en je hebt hem op de juiste manier geadviseerd. Ga niet alleen maar door blijven hameren. Want anders kun je het nog erger maken dan de zaak al is. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, op een gegeven moment heeft hij haar gelaten. En later vertelden ze haar, of vroegen ze aan haar van, weet je wel wie dat was? Zei ze, wie? De boodschapper van Allah, sallallahu alayhi wa sallam. En ze schrok natuurlijk. De boodschapper van Allah. En toen heeft ze hem bezocht, sallallahu alayhi wa sallam. En toen zei ze tegen hem, ik wist niet dat jij het was. En toen zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, sabr, geduld, in dat zat met die oela, is eigenlijk bij de eerste, begint al bij de eerste klap. Daar begint geduld. Dus niet, je hebt van alles gezegd, bent gaan vloeken, bent gaan slaan, bent weet ik veel wat, hebt mensen uitgemoord. En daarna zeg je, ja, eeuwa, we moeten geduld hebben. Je hebt al alles gedaan wat je niet kon laten, daarna we moeten geduld hebben. Dus het begint al, hè. Meteen, bewustzijn van Allah. En dan is dat andere dus dan ook makkelijker. Kwestie van geduld, kwestie van... Daarom taqwa. Taqwa is dus super belangrijk. En dat vinden we dus ook in verschillende ayat en overleveringen van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Als we het hebben over taqwa. Bijvoorbeeld in de Koran vinden we dat Allah zegt over taqwa. En weet dat Allah met de muttaqin is. Met... وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. En weet dat Allah met de muttaqin is. Hij is met hen. Met degene die taqwa hebben. Die zich bewust zijn van Allah. En hij zegt over de muttaqin, degene die taqwa hebben, wat zegt hij nog meer? Hij zegt, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Allah voorzeker, hij houdt van de muttaqin. Van degene die taqwa hebben. En hij zegt over de muttaqin, hij zegt, قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. Voorzeker, hij accepteert alleen van de muttaqin. Van degene die taqwa hebben. En ga zo maar verder. Zelfs de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei over taqwa, hij zei, inna awla an-nas yabi. Degene die het meest aanspraak op mij hebben, of dichtst bij mij staan, awla an-nas yabi, men al-muttaqoon. Men kanu wa haythu kanu, zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Wie zijn degene die dichtst bij hem staan, sallallahu alayhi wa sallam? De muttaqoon, zegt hij, sallallahu alayhi wa sallam. Vinden we onder andere in de musnad van imam Ahmed. De muttaqoon. Waar zij zich ook mogen bevinden, zegt hij, sallallahu alayhi wa sallam. Waar zij zich ook mogen bevinden. En wie het ook mogen zijn. Wat je achtergrond ook is, wat dit is. Muttaqoon. Zij zijn degene die dichtst bij de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, staan. Want degene die taqwa heeft, zul je ook zien, hè? Tevredenheid, geduld. En ga zomaar door. Nou. Nee. Tot hier duidelijk? Nee. En dan zie je dus, en dan kun je bepaalde overleveringen ook beter natuurlijk begrijpen.
Bijvoorbeeld ook verlevering waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt dan, alayhi salatu wassalam, sallallahu alayhi fil awwalina wal akhirin, hij zegt, al mu'minu bi khairin ala kulli hal. Het gaat altijd goed met de mu'min. Het gaat altijd goed met de mu'min. Dat zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Want hij gedraagt zich zoals de mu'min zich hoort te gedragen. Daar gaat het hier natuurlijk om. En dan zie je dus ook vrome mensen, de vrome. Zij zagen bijvoorbeeld in moeilijkheden, zagen zij juist giften van Allah. Zagen zij giften van Allah. Want het kan zo zijn dat Allah iemand iets geeft, terwijl hij hem juist op dat moment iets niet heeft gegeven. En soms geeft hij iemand niet, terwijl hij juist daarmee iets heeft gegeven. Dat ga ik toelichten. Soms krijgt iemand iets en hij is er super blij mee en dit en zus en wat dan ook. En hij, wat doet hij? Het kan zijn dat hij Allah vergeet. Het kan zijn dat hij Allah vergeet. Dus die persoon heeft iets gekregen. Oh, iets moois, iets geweldigs, iets. En hij vergeet Allah. Dus eigenlijk, als je er echt naar kijkt, heeft Allah hem iets niet gegeven. Daarmee. Terwijl iemand, het kan zo zijn, dat hij iets niet heeft gekregen, maar hij heeft iets moois gekregen. Namelijk dat hij geen afleidingen heeft tussen hem en Allah tabaraka wa ta'ala. Dus zo gingen dan vrome mee om. Dat betekent niet natuurlijk, als een gelovige iets geweldigs, iets moois krijgt, dan is hij daar dankbaar voor en daar krijgt hij beloning voor. En als hij wat moeilijks meemaakt, dan heeft hij geduld en daar krijgt hij beloning voor. Maar dat was alleen even over even een zijstraatje. Om sommige dingen beter te begrijpen. En daarom zie je ook dat sommige wijzen zeggen van, het kan zijn dat Allah de deur van goede daden voor jou heeft geopend, maar dat hij eigenlijk de deur van acceptatie niet heeft geopend. Met andere woorden, blijf bescheiden. Blijf nederig, zodat je steeds je best maar blijft doen. En hem blijft smeken, hem blijft vragen. Niet dat je denkt van, oh, ik heb eindelijk gebed verricht, ik ben... Nee. Want de mu'min, die leeft tussen hoop en vrees. Natuurlijk, de mu'min kent geen wanhoop. Hij heeft vertrouwen in Allah. Maar de vrees zorgt ervoor dat hij, weer even het slechte vermijdt, onder andere. Wegblijft van het slechte. En het andere weer zorgt ervoor dat hij weer doorgaat met goede daden, et cetera, et cetera. Kan ervoor zorgen. Dus terug naar de kwestie van tevredenheid. De profeet sallallahu alayhi wa sallam. Toen zijn zoontje Ibrahim overleed. En soms gaan wij eigenlijk heel snel langs of door de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam heen. Hè? Door de biografie. Of door hetgeen wat zij hebben meegemaakt. Gaan we soms er heel snel overheen. Of heel snel doorheen. En zeggen we, ja, die is overleden. Hij heeft dit meegemaakt, hij heeft dat meegemaakt, hij heeft zus meegemaakt. Maar als je bij elk punt zou stilstaan en je zou daarover nadenken. Dan zou je steeds meer tot besef komen dat deze geweldige man geweldig is. Dat alles aan hem geweldig is, sallallahu alayhi wa sallam. Zijn geduld, zijn tevredenheid, zijn... Toen zijn zoon overleed, Ibrahim, toen kreeg de profeet natuurlijk tranen, sallallahu alayhi wa sallam. Maar wat zei de profeet, sallallahu alayhi wa sallam? Wat zei hij? Een authentieke overlevering. Hij zei, innal aina tadma. De ogen eigenlijk laten tranen vloeien, laten tranen vallen. Al-qalb yahzan. En het hart is bedroefd, heeft verdriet. En dan wat zegt hij? Wala naqul illa ma yurdi rabbana. Wala naqul illa ma yurdi rabbana. En wij zullen niet zeggen behalve hetgeen wat onze Heer behaagt, waar hij tevreden mee is, zegt hij sallallahu alayhi wa sallam. En wij zullen niet zeggen behalve hetgeen waar Allah tevreden mee is, zegt hij sallallahu alayhi wa sallam. Dus hij geeft inderdaad aan, oog, naam, laat de tranen vallen. Vloeien tranen. Het hart is bedroefd, heeft verdriet. Maar wij zullen enkel en alleen hetgeen zeggen wat onze Heer behaagt. Wat hem tevreden stelt, zegt hij sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En dan zegt hij sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt,
En wij zijn met jouw vertrek, o Ibrahim, enorm verdrietig. Enorm verdrietig, zegt hij, sallallahu alaihi wasallam. Dus zeker. Dus dat betekent niet dat iemand geen verdriet kan hebben. Dat iemand geen... Nee, zeker. Je bent een mens. Je kan iemand missen. Je kan pijn hebben. Je kan... Maar, onder andere wat de profeet hier ook aangeeft, sallallahu alaihi wasallam. Dat je geen zaken doet, dat je geen zaken zegt die hem niet behagen, die hem niet tevreden stellen, subhanahu wa ta'ala. Tot hier duidelijk? Nou. En dat we ook weten dat sommige zaken, als het gaat om een qadar, als het gaat om een qadar, dat je daar niet altijd je eigen interpretatie over geeft. Want je hebt wel eens mensen die dan zeggen van, bijvoorbeeld iemand waar hij niet van houdt, die hij eigenlijk of die zij verafschuwt. Als die dan hoort dat hij of zij ziek is geworden, dan zegt hij, ah, bestraffing van Allah. Ah, dat is een bestraffing van Allah. Waarom? Want ja, wat de ruzie en ze, die zei over mij, zus en zo, dit niet. En als die persoon iets moois krijgt, nog steeds de persoon die hij of zij verafschuwt, laat ik zeggen, een mooie auto, zullen we kijken. Ja, fitne. Het is gewoon allemaal fitne dit. Waarom? Dit hebben ze gekregen, zodat zij Allah zullen vergeten en zodat ze uiteindelijk daar en daar terechtkomen. Ja. Maar dezelfde zaken, als die bijvoorbeeld hun geliefden overkomen, bijvoorbeeld vader wordt ziek of hè, een geliefde broeder, een geliefde zuster wordt ziek, dan is het, ah, het is inshallah een reiniging van Allah. Het is een reiniging van Allah. Reiniging. Ah, subhanallah. MashaAllah, Allahumma barik, tahoren inshaAllah. En aan de andere kant, iets moois. Ah, subhanallah, zodat we dankbaar zijn. En zodat die persoon dankbaar is en beloning krijgt. En kijk, Allah heeft het goede met me voor. En waarom doe je niet andersom? Waar heeft het mee te maken? Nou. Dus dat je niet zomaar je eigen interpretaties gaat geven over bepaalde zaken. Wat belangrijk voor ons is, is dat wij ons gedragen zoals de mu'minin zich horen te gedragen. Iets moeilijks overkomt, dan ga je er zo mee om. Iets dit overkomt, dan gaan we er zo mee om. Zoals de profeet ons leert, sallallahu alayhi wa sallam, zoals de metgezellen ons leren, daar dienen we naar te kijken. Nou. Dus het is niet altijd zoals wij bijvoorbeeld denken. Bijvoorbeeld Aisha radiallahu anha. Zij dacht eerst dacht zij van, of was zij eigenlijk jaloers op degenen. Zij was eerst jaloers op degenen die eigenlijk een makkelijke doodstrijd hadden. Want zij linkte dat natuurlijk aan, een makkelijke doodstrijd, aan een mooi einde, een mooie bestemming. Tot wanneer? Zij geeft aan totdat zij de moeilijke doodstrijd zag van de profeet sallallahu alaihi wasallam. De zware doodstrijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen heeft ze eigenlijk haar mening bijgedraaid. En vanaf die dag zou ze nooit meer jaloers zijn op iemand of hij nou een makkelijke doodstrijd zou hebben of niet. Zou daar niet meer jaloers op zijn. Want zij wist vanaf dat moment, dat hoeft niet alles te zeggen. Want als dat de perfecte dood zou zijn, nou hier de profeet sallallahu alaihi wasallam, de meest perfecte schepsel alayhi salatu wassalam van Allahu tabaraka wa ta'ala. Beste creatie van Allahu tabaraka wa ta'ala. En toch dat. Dus Aisha radiyallahu anha heeft dus haar standpunt eigenlijk bijgedraaid met hetgeen wat zij dus heeft gezien bij de profeet sallallahu alayhi wa alihi wasallam. En als we kijken naar wat Allahu tabaraka wa ta'ala dus aangeeft. Allahu subhanahu wa ta'ala, zoals hij zegt in de Koran, قل زخ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Zeg, niets zal ons overkomen behalve hetgeen wat Allah voor ons heeft bepaald, geschreven. Huwa Mawlana. Dat is onze Heer subhanahu wa ta'ala. En dan zegt hij meteen, وعلى الله فليتوكل المؤمنون. En op Allah dienen de mu'minoon zich te vertrouwen. En, subhanallah. Dus iemand kan, wanneer een broeder of zuster dit vers leest, dan kan hij zeggen, oké, als alles al is geschreven, als alles al, klaar. En dan meteen,
Dus laat de gelovigen vertrouwen op hun Heer. Deze zaken moeten ervoor zorgen dat wij in staat zijn om onze zaken in de handen van Allah te leggen. En dat wij in staat zijn om ons best te doen. Dat wij daar eigenlijk kracht uit putten. Niet dat wij dan gaan slapen. Dat wij daar kracht uit putten. En bijvoorbeeld, je had een van de vromen, hij werd dan gevraagd. Hij werd gevraagd, waarom zie jij er nooit teleurgesteld uit? Waarom zie jij er nooit teleurgesteld uit? Toen zei hij van, hoe kan ik er teleurgesteld uitzien, terwijl ik weet dat mijn zaak bij Allah is. Ik schaam me om er teleurgesteld uit te zien. Als ik weet dat mijn zaak bij Allah is en ik weet dat mijn zaak bij Hem is. Waarom zou ik er teleurgesteld uitzien? Dit is hoe bepaalde vromen met bepaalde zaken omgingen. Anders dan natuurlijk bepaalde anderen. Kracht je daaruit putten. En dit is ongeveer ook wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daar draait het allemaal om. Als we deze overlevering die ik nu ga aanhalen. Als we deze zouden begrijpen en zouden toepassen in ons leven. Dan hebben wij eigenlijk het concept van qadar. Het concept van qadar hebben wij praktisch begrepen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zegt tegen zijn neefje. Ja ghulam. Dus hij spreekt de jonge man aan, sallallahu alayhi wa sallam. En hij zegt dan tegen hem, inni u'allimuka kalimati. Ik zal je een aantal woorden leren, een aantal zaken leren, die hij moet toepassen. En als hij deze toepast, dan verheft hij zichzelf naar een andere gradatie. En dan zegt hij tegen hem, ihfadillah yahfad. En eigenlijk heel grof vertaald. En jullie weten, vertaling is een verklaring. En Italianen zeggen traduttor, traditor. Zeggen de vertaler is een bedrieger. Inshallah zijn we geen bedriegers. Maar de vertaler kan je vaak meenemen of in zijn vertaling meenemen naar waar hij wil. Ihfad illah yahfadak. Wees oprecht tegenover Allah. Onderhoud dus de zaken die je moet onderhouden. En Allah zal jou beschermen. Ihfadillah tajidhu tujahak, zegt hij. Wees oprecht tegenover Allah en je zult hem voor je vinden. Authentiek overleving. En je zult hem voor je vinden. En dan zegt hij tegen hem, en als je vraagt, vraag aan wie? Vraag aan Allah. Vraag aan Allah. En als jij om bescherming vraagt. Vraag bescherming bij wie? Bij Allah. En weet, zegt hij tegen hem, wa'alam. En weet dat als de umma samenkomt, de gemeenschap samenkomt, om jou van nut te voorzien, dan zouden ze dat alleen maar kunnen doen als Allah dat heeft, dat voor jou al heeft geschreven. En als zij jou eigenlijk pijn, schade willen berokkenen, dan zullen zij dat alleen maar kunnen doen als Allah dat voor jou geschreven heeft. En dan zegt hij sallallahu alayhi wa sallam, rufi'at al-aqlam wa ajaffat al-suhuf. Hubi ala sallam.
maak nog enkele punten af, inshallah. En waar was ik gebleven? Bij de woorden van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Rufi'at al-aqlam wa jaffat al-suhuf. De pennen zijn verheven. En eigenlijk de geschriften zijn opgedroogd. Alles staat vast. En als je kijkt naar deze overlevering, dan zou je ook kunnen zeggen, ja, als alles vast staat, maar... Nee, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hij begint met het onderhouden van... Wees oprecht tegenover Allah. Ihfad illahi yahfadhuk. En wat nog meer, als je vraagt, vraag aan Allah. Als je om bescherming vraagt, vraag Allah. Als je vertrouwt in Allah, tabaraka wa ta'ala. En dat je ook adab leert goede manieren tegenover jouw Heer. En dit vinden we in de Koran. Als je ziet hoe profeten omgingen met bepaalde zaken, dan zie je ook deze adab terugkomen. Deze geweldige manieren tegenover hun Heer terugkomen. Zoals zien we bijvoorbeeld Ibrahim alayhi salam. Wat zei hij? Zo vinden we in de Koran. Hij zegt van, en als ik ziek word, dan is hij degene die mij geneest. Hij zegt niet van, ja, maar hij heeft mij toch ziek gemaakt. Of hij is toch degene die ervoor heeft gezorgd. Nee. Adab met Allah. En als ik ziek word, dan is hij degene die mij geneest. Of bijvoorbeeld Ayyub alayhi salam. Die dan zegt van, mijn Heer, masani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Schade heeft mij... Heeft mij geraakt of pijn heeft mij geraakt. En u bent de meest genadevolle. Hij zegt niet van ja, u bent degene die mij... Dus, oh nee. Stukje adab met Allah subhanahu wa ta'ala. Mogen Allah tabaraka wa ta'ala ons beschermen tegen al het kwade en al het slechte. En mogen Allah ons eigenlijk steeds meer laten leren van onze profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En mogen Allah ons samen laten komen met onze geliefde profeet sallallahu alayhi wa sallam in het paradijs. Nasallahu al-khayru al-baraka, nasallahu al-tuqa. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum, jazakum allahu khayran. Ahfadkum.